FIBA. Bronze medalist representing Netherlands. Розовий призер. Представитель Нидерландов. Bob de Jong. Bob de Jong, 37 jaar, geboren in Leimuiden, wordt met de bronzen medaille in Sochi de meest gelauwerde 10 kilometer schaatser in de Olympische geschiedenis. Brons in 1998 in Nagano, ook toen voor het eerst een volledig Nederlands podium. Na het dieptepunt van Salt Lake City in 2002 met de 15e plaats volgen het hoogtepunt en de revanche in Turijn in 2006 met goud op de 10 kilometer. 4 jaar geleden opnieuw brons in Vancouver. En gisteren alweer brons op de 10 kilometer in Sochi. 1 keer goud, 1 keer zilver en 2 keer brons is de totale oogst in 5 Olympische deelnames voor Bob de Jong. Medaille d'argent, representant les Pays-Bas. Silver medalist, representing Netherlands. Серебряный призер, представитель Нидерланда, Sven Kramer. 8 jaar lang werkte Sven Kramer aan zijn Olympische missie op de 10 kilometer. 4 jaar geleden ging het dramatisch fout in Vancouver na een verkeerde wissel. De afgelopen 4 jaar stonden in het teken van de voorbereiding op Sochi. Alles ging om de pijn van Vancouver te verzachten. En in die Olympische missie is de grootmeester niet geslaagd. Het wisselgeld in Sochi wordt uitbetaald met zilver en het litteken van Vancouver zal nooit helemaal verdwijnen. Sven Kramer toonde zich een groot winnaar door vooral een groot verliezer te zijn. Als eerste feliciteerde hij Jorrit Bergsma met het goud op de 10 kilometer. Medaille d'or, champion olympique, representant les Pays-Bas. Gold medalist and Olympic champion representing Netherlands. Золотую медаль и звание олимпийского чемпиона завоевал представитель Нидерландов Jorrit Bergsma. Jorrit Bergsma uit Oldenborn is de nieuwe koning op de 10 kilometer. In 2010, 4 jaar geleden, tijdens de Olympische Spelen van Vancouver, reed hij in Nederland naar de Nederlandse titel marathonschaatsen op natuurreis. In zijn route naar Sochi bleef hij het marathonschaatsen trouwen en werd zelfs zijn 2e keer Nederlands kampioen op natuurreis. Vorig jaar al bleek zijn enorme talent op de 10 kilometer met de wereldtitel op deze afstand in Sochi. Bijna een jaar later onder de hoede van coach Willem Adema, opnieuw in Sochi, rijdt Bergsma de beste 10 kilometer van zijn leven. 12 minuten en 44 seconden, een wereldrecord voor laaglandbanen. Goed voor Olympisch goud. Mesdames et messieurs, please, de Pays-Bas. Ladies and gentlemen, the anthem of Netherlands. Dames en господа, звучит гимн Нидерландов. Ja, het komt hem toe. Jorrit Bergsma, een man met een geweldige motor. Ladies and gentlemen, the Olympic medalists. Дамы и господа, победители и призеры Олимпийских игр. Een volledig Nederlands podium. Het gebeurde 1 keer eerder, in 1998, toen Jimmy Rommen de snelste was. Hij kwam van een andere planeet, werd toen gezegd. Ook toen stond de Jong al op het podium. En Bergsma was daar de nummer 3. Mooi zoals ook Kramer zich goed houdt op het podium. Hij is goed bevriend ook met Bergsma. Hoewel hij zelf graag had willen winnen, gunt hij toch ook
die gouden medaille aan zijn provinciegenoot. En het is natuurlijk de vraag of Kramer ooit zelf de kans nog krijgt om het goud op zijn afstand, de 10 kilometer, nog te halen. Ja, jongens, hij is pas over 4 jaar in Korea. Ja. Twee kansen heeft Kramer gehad. Hij was er dichtbij hier in Sochi. Er was één man overtuigend toch ook weer sneller. En dat was Jort Bergsma. De voorzichtige lach is ook terug op het gezicht van Kramer, die in Sochi natuurlijk niet met lege handen staat. Hij is bovendien ook nog niet klaar, zal zeker nog in actie komen op de ploegachtervolging. Al die wel klaar is, is Bob de Jong. Althans, voor deze Olympische Spelen, we sluiten niet uit dat hij er over 4 jaar weer bij is. Dat zou dan zijn 6e speler worden. En of Bergsma nog in actie komt op de achtervolging is nog maar de vraag. Hij is de 4e man. Kramer mag overmorgen in elk geval in actie komen met vermoedelijk voor mij en natuurlijk ook.